Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op vrijdag 18 oktober. Er zijn nog wat opklaringen in het land, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaan er ook een paar stevige buien vallen. Momenteel is dat al het geval in Zeeland. De buien trekken naar het noordoosten en verlaten in de loop van de middag weer het land. Vanochtend is het zo'n 13 graden en staat er een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee kan de wind af en toe hard zijn en dat geldt ook voor vanmiddag. Bij de buien is overigens kans op onweer en hagel en vooral aan zee komen er ook zware windstof. Voor. Vanavond is het in het binnenland overwegend droog met wat opklaringen. Aan de kust kan hier en daar nog wel een stevige bui vallen, de temperatuur ligt rond de 11 graden. En morgen neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer snel toe en gaat het van tijd tot tijd regenen. De meeste regen verwachten we in het zuidoosten van het land. Het wordt zo'n 14 of 15 graden en de wind is wat rustiger dan vandaag. En de dagen erna blijft het eerst nog wisselvallig. Zondag zijn er ook weer perioden met regen. Waarschijnlijk alleen in het zuidoosten en midden van het land. In het noorden blijft het mogelijk droog. En maandag vallen er nog verschillende buien. Vanaf dinsdag wordt het droger weer en komt de zon ook vaker tevoorschijn. De temperatuur ligt nog steeds zo rond de 14 of 15 graden.